Voor de viering van het Moon Festival zaterdag heeft het Confucius Instituut van de Anton de Kom Universiteit van Suriname diploma's uitgereikt aan meer dan 100 cursisten die de Mandarijncursus hebben gevolgd. Zaterdag was ook de afsluiting van de cursusperiode. De ondervoorzitter van het instituut, Gardel Jongaten, heeft mensen die de eindstreep niet hebben gehaald moed ingesproken. Hij verzocht deze niet op te geven en door te bijten om de eindstreep toch te halen op een ander moment. Het is langer dan 2 jaar geleden dat wij een afsluitingsceremonie hebben kunnen organiseren. Het is dus voor mij een waar genoegen om jullie na een zo lange periode welkom te heten op deze afsluitingsceremonie. Het afgelopen semester zijn wij met een totaal van 136 cursisten van start gegaan. Hiervan waren er 10 cursisten die een interne beurs hebben, met een interne beurs hebben kunnen deelnemen aan onze mandarijnlessen. Deze cursisten zijn van de damesjeugdvolleybalgroep Partani. Daarnaast waren er ook in de groep van 136 cursisten bijna 50 ADEC-studenten erbij van de partij. ADEC-studenten vallen ook onder onze interne beursregeling. Met onze interne beursregeling wensen wij zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de Chinese taal en cultuur en hierdoor makkelijk meer mogelijkheden creëren, met name op het gebied van studie- en carrière mogelijkheden. Jongaten zegt verder dat om wat voor reden dan ook de eindstreep niet is behaald, de cursisten de moed moeten opbrengen om de opleiding af te ronden. Degene die wel hebben afgerond, gefeliciteerd. Ga door en meld je aan voor de volgende cursus. Want er is nog heel veel te leren over de Chinese taal. Zoals eerder aangegeven, vieren wij vandaag niet alleen de afsluiting van dit semester, maar ook het Mid-Autumn Festival, welke een van de Chinese culturele hoogtijdagen is. Vandaag zullen jullie niet meer alleen te weten komen wat dit festival inhoudt, maar ook, zoals jullie gewend zijn van het Confucius Instituut, zullen jullie dit festival ook ervaren en leren beleven. Het Maanfestival is het op één na belangrijkste festival in China, na het Chinese nieuwjaar. Het wordt beschouwd als een reuniteit voor gezinnen. Mensen in China vieren het door samen te komen voor diners, mooncakes te delen met vrienden en familie en papieren lantaarns aan te steken. Het festival staat ook bekend als het Mid-Autumn Festival, Harvest Moon Festival, Mooncake Festival en Lantern Festival.